Willy, ja? Kom eens kijken wat ik hier getekend heb. Dat zijn officieel papieren, jong. Dat mag niet. Een Boris Jeltsin. Zeg, mannen, de Boris die kan gewoon niet schrijven. Boris, hey, stilo teruggeven, hé. De Europese top dan. De belangstelling was zeer groot en ook morgen maandag kon niet anders dan verslag uitbrengen. Inderdaad, dames en heren, er is hier werkelijk een drukte van een belangrijkheid in de snedevorming, mits niet minder dan 12 van koppen voorziene ministerseenheden en hun respectievelijke aanhangsels zich hier hebben laten inschrijven voor deze toptentoonstelling van de Europalia Contraire tentoonstelling. Dank u vriendelijk daarvoor. Inderdaad, dames en heren, een ongelooflijk medium gebeuren is hier in gang geschoten. Internationale persgemeenschappen hebben zich zomaar hier prachtige ronde schotelsatellieten, ontvangstellingstoestellingen laten placeren hier naast in, ja zeker, ja, onze Duitse ploeggemeenschap, ja zeker, natuurlijk, ja zeker, grüß die Gott, ja, grüß die Gott, dank je vriendelijk, ja zeker, inderdaad, grote broederspaarbanden worden hier gesmeed dankzij deze toch wel unieke tentoonstellingsvorm. Ook een prachtig Fries ruitersgezelschap is hier dus binnengevaren. Ook natuurlijk omdat dus de formatie minister voorsteller hier, minister De Hoor, uit zijn witboek zal voorlezen wat dus de contractiepunten van deze politieke hervormingsbron in de Europese contrairevorming zal laten geworden. Ik dank u vriendelijk daarvoor, tot genoegdoening en ik dank u wel. Dank u wel. Bij onze collega's van het BRTN-journaal wordt sedert deze week geëxperimenteerd met muziekfragmenten om op de ernstige gezichten toch af en toe een zweem van vrolijkheid te toveren. Af en toe lukt het, al brengt de muziek de meesten nog totaal in de war. De rechtstreekse aanleiding daarvoor waren twee dergelijke reisinitiatieven van Vlaamse advocatenverenigingen. De ene in Antwerpen, de andere in Brussel. Wat is gezonder dan een partijtje skiën in het hoge bergte? Wat is interessanter dan die skivakantie van je belastingen te kunnen aantrekken? De klank is er duidelijk wel, maar het beeld, daar wachten we even op of gaan we verder met een volgend item? Nee, dat beeld zal toch gaan komen. Nee, we gaan door. Deze week is het precies 25 jaar geleden dat Antoinette Versluis overleed. Antoinette Versluis was de moeder van de vriendin van de echtgenote van de verzekeringsagent van de cameraman van Paul Jambers. Voor ons de gelegenheid voor een terugblik op de carrière van Paul Jambers. De eerste reportage van Jambers was er een over Vlaamse bejaarden in Spanje. Tijdens het draaien van deze reportage werd enkele kilometers verderop generaal Franco begraven. Jambers kreeg voor deze gemiste kans een berisping van de BRT en beloofde dat het niet meer zou gebeuren. Maar toen hij in 1982 in het Engelse Brighton een reportage maakte over punkmode, terwijl een straat verder het hotel van Margaret Thatcher werd opgeblazen, greep de BRT-directie in. Jambers mocht als straf enkel nog binnenlandse reportages maken, maar ook hier verknoeide hij alle kansen. Terwijl hij in een Zeebrugse school niet vermoedend een reportage draaide over Millevesten, verging op datzelfde moment de Herald of Free Enterprise. Jambers werd op staande voet ontslagen en de toegang tot de BRT ontzegd. Waarom mogen wij niet binnenkomen, weet u dat? Ja, laten we even ernstig zijn, meneer. Ja, blijf dan boord. Jambers werd kwaad, maar de securitydiensten grepen in en bezorgden het heethoofd een gepaste afkoeling. Toen in 1989 de VTM opstartte, was dit de gedroomde kans voor het enfant terrible van de Vlaamse TV. Hij bood er zijn diensten aan en wachtte een jaar in spanning. Ik vrees toch dat het nog in het honderd zou kunnen lopen. Niet van mijn kant, maar van hun kant uiteraard. In 1990 kwam het verlossende antwoord. Jambers kreeg zijn eigen programma, trouwde met een beeldschone vrouw en ze leefde nog lang en gelukkig.
Vorige woensdag organiseerde VLD-voorzitter Guy Verhofstadt een persconferentie om nog maar eens zijn ongenoegen te uiten over het globaal plan. Wij wilden liever eens de warme kant van Guy Verhofstadt ontdekken en hadden met hem een aangenaam gesprek over zijn familie en gezin. En dat zijn zaken waar de VLD-voorzitter het in publiek maar zelden over heeft. Meneer Verhofstadt, u bent natuurlijk wat zenuwachtig. Om u op uw gemak te stellen, misschien een klein opwarmingsvraagje. Gemakkelijk hoor. Noem mij drie landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Italië, Griekenland en Spanje. We gaan u niet langer in spanning houden. Het is een goed antwoord. We hadden ook niet anders verwacht. Ik denk dat we mogen stellen dat u een van onze intelligentste politici bent. Inderdaad. Het is misschien wat vreemd om hier te zeggen, maar persoonlijk vinden wij u ook een van onze mooiste politici. Zeker als uw bril recht staat. En uw echtgenote, ik denk dat ik dat gerust mag zeggen, is ook een hele mooie vrouw. En uw kinderen, die heb ik nog niet gezien, maar ik neem aan dat dat ook hele mooie kindjes zijn. Dat geldt inderdaad voor alle niveaus. We kennen elkaar nu iets beter. Mag ik u Guy noemen? Dat zou veel simpeler en eenvoudiger zijn. Dankjewel. Dan doe ik dat met alle plezier. Guyke? Je weigerde tot nog toe over je privéleven te praten? Nee, helemaal niet. Behalve dat dat misschien aan de aandacht af en toe ontsnapt. Ja, je vrouw wil naar verluid graag nog een derde kindje hebben, maar jij zegt kraantje dicht. Is dat een definitief standpunt dienaangaande? Met andere woorden, gedaan ermee? Nee, het betekent niet dat er daar in de toekomst geen mogelijkheden meer zullen zijn. Dat zal ze graag horen. Bedankt voor dit gesprek. Mannen. Dag. Ik heb een interview van u gelezen van de week. Van mij? Ja. Hoe is het geweest deze week op het journaal? Druk, jongen. Ja. Ja, geweldig. Voor u wel? Hard gewerkt. Je hebt hard gewerkt. De andere ook? Ja. De hoogmis was voor de andere. Ja. Zo'n Europese top, is dat eigenlijk echt de moeite waard? Of is dat ook maar veel comedie? Enfin, voor show. Voor ons of voor... Oh ja, veel is het? Show. Ja. Heel veel show. Echt waar? Ja, absoluut. Is het aan de moeite om daar zoveel aandacht aan te besteden? Ja, dat is de show, hè, Mark. Ja. Dat is precies, wij maken de show. Hè. Het ging over wel iets belangrijks. Hè. Het ging onder andere over werkloosheid. Ja, en als er één niveau is... Want iedereen zegt dat het succes is. Is die nu opgelost of niet? Als er één niveau is waar daar iets kan aan gedaan worden, is toch wel zeker op het Europese niveau. Het is zeker niet op het nationale. Hè. En Dirk Sterckx gaat akkoord. Ik dacht dat jij de specialist was. Van... Ja, maar ik luister altijd als hij spreekt. Ja. Eigenlijk telkens als hij iets zegt, luister ik mee. Ik heb Dirk ervan proberen te overtuigen dat we 2 maanden voor het Deens referendum absoluut daar iets moesten aan doen. Want daar was van alles aan het gebeuren. En dat is eigenlijk het begin geweest van een groot debat. En Dirk blijft me daar erkentelijk voor. Wordt grijs, heeft België... Wordt grijs stilaan, hè? Ja. Heeft België het nu echt zo goed gedaan? In die, schitterend, prachtig. Ja. Op de top, ja. Indrukwekkend. Maar is dat, want er was echt... Ze hebben allemaal... We hebben de vragen niet gesteld, hè. Dus Mitterrand, Kool, Delors hebben uit zichzelf gezegd hoe formidabel de Hanen wel is. Zijn ze dat niet altijd? Dat vraag ik mij ook af, inderdaad. Zeggen ze dat niet gewoon... Af en toe is een potje gescholden, maar... Of als het wat minder is, zeggen ze van... Ja. Nee, maar de Hanen en Klaas, is dat, hebben ze het echt zo goed gedaan? Of is dat zo meer het succes van Bassie en Adriaan? Dat is natuurlijk... Ja, bedoel dat iedereen zegt dat het zijn sympathieke gasten. En we hebben hier goed gegeten. Nee, ze hebben het niet slecht gedaan, maar het was natuurlijk... Ze kwamen na 2 hele slechte. Ja. Dus de Engelsen en de Denen... Niks? Niks. Dat en is niet dan zo moeilijk. Wel... Het was niet gemakkelijk, maar om nu te zeggen... Zijn die mannen benaderbaar, hè? Zo Mitterrand? Ja, bedoel je? Mitterrand? Ja. Nee. Ik heb hem gewoon door de straat zien lopen. Ja, dat is, je vond dat gewoon. Met gewoon. Van... Ja, met Demare, ja. Jij vond dat gewoon. Ja, dus die man die... Hebben jullie trouwens... contact mee met die man? Nee. Is dat de moeite? Die loopt zo voorbij, Mitterrand. Ja. Is de moeite? En Kool, die stompt is, die is zo groot als Alex, iets dikker. En die stoot de mensen opzij. Wat is dat, jongens? Ik veel. Een stevige basis, dat kan je op het journaal soms ook wel gebruiken. Wat is dat? Je moet dat zien. Ja. Een stevige basis. Wat is ook een beetje Bassie en Adriana, zeg maar. Welke mate heb je eigenlijk? Niet lachen met gehandicapten, hè, Mark. Nee.
Hoeveel is dat? Het is een stevige basis. Het is bijna maat 48. Maar ik voel me daar heel goed mee. Dat is precies jouw leeftijd. Mis. Mis. Het scheelt toch niet veel waarschijnlijk? Het scheelt niet veel, maar het is wel mis. Zeg, weet je wat ik erg vond in dat interview? Nee? Dat je dat zo erg vond dat de mensen niet hoorden dat jij kromtaal sprak na 13 jaar. Ja. Ik denk dat normaal is. Jij die zo met taal bezig bent, jij begint nu ook al een beetje kromtaal te spreken. Ja, maar je antwoordt niet op mijn vraag. Hè? Nee, dat is ook omdat ik de vragen stel. Ja. Ja. Het is natuurlijk opgevallen dat Brakke de rol van Krukke speelt nu. Sigrid. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat jij draagt altijd een vlinderdasje? Hij zegt altijd voor elk van u een goede avond. Is dat om er een beetje bij uit te springen? Bij mij is dat omdat ik... Dat zijn eigenlijk drie redenen. Hè. Ten eerste, als je gaat eten met een das... Ik had dat vroeger altijd. Drie beten eten en heps. Maar je kan ook gewoon met het... En hierop dat gaat. Het is goedkoper. En ten derde, het is ontzettend mooi natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat staat je beelden. Ja, ik vind het zelf ook. Ja, dat is waar. En waarom zeg jij altijd van die voor elk... Het is een vaste formulering. Het is een vaste formulering geworden, ja. Waarom, ja? Wel, ik vond bij de opleidingen, waar we op een ogenblik tekstjes moeten schrijven. En werd ons telkens weer op het hart gedrukt. Wat je zegt, wat je wil zeggen, efficiënt overbrengen. En er zijn veel dingen in taal die we zeggen op een manier die uiteindelijk niet overdraagt wat je wil zeggen. Ja. Is goed, hè? Ja, zeer goed, ja. Het is een voordeel van af en toe serieuze collega's. Een specialist van het journaal, eigenlijk al wat wij daarvan, die staat daar doorgaans met een microfoon. Jij staat daar altijd voor een gebouw met vlaggen zo. Huh? Liefst. En dan ben je dan een specialist? Is dat zo? Je staat altijd voor hetzelfde decor. Eén keer is nog niet echt specialist. Twee keer begint, de derde keer is waarom, specialist. Waarom staan jullie altijd in beeld met die microfoon? Dat vraag ik me ook af. Kunnen jullie niet gewoon buiten zitten? Beeld? Ja, staan, zitten, maar het is altijd zo. En dan zeggen wat er gebeurt, terwijl je op de achtergrond alleen maar een gebouw is. Dat is om te bewijzen dat we zijn. Ja. Is dat niet iets te veel in de mode gekomen? VTM die staan overal. VTM die staan er altijd en wij staan maar er jullie zijn misschien wel een beetje jaloers dat jullie niet overal kunnen staan. Nee. Nee? We staan op veel plaatsen. Nee, moet eens kijken, wij doen het alleen in het buitenland. Ja. Behalve nu deze week toe, was toeval natuurlijk. Of als het snel moet gaan. Van de week was het ook voor een stuk buitenland in Brussel. Was je tevreden over de verslaggeving? Van wat? Van de top? Die je zelf gedaan hebt. Succes. Heel, heel gelukkig. Succes voor de WRT. Ja, geweldig. Ja? Formidabel. Ja. Inderdaad. Je doet mij aan iemand denken. Ja. Toch alleen maar. Dat, ja? Ja. Hij was daar ook trouwens. Hè. We hebben hem gezien. Hij heeft verslag gezien. Zoals een echte goede specialist. Formidabel. Ik vond wel dat je zo bij die presentatie van... Op welke berg zat je? De koude berg. Maar we zaten in het bureau van de dominee. Dus er staat een protestantse kerk in. Die meneer had heel ernstig. Ik vond dat je presenteert dat dan zo met veel versprekingen en charmant. Geen autocue. Nee. Nee. Maar je hebt dat ook niet nodig, hè? Af en toe verspreek je dan. Ja. Maar, je doet dat eigenlijk wel graag. Dat verspreken zo gewoon. Verspreken. Ja, zonder... Graag. Nee hoor. Als ik het kan vermijden... Leer je alles uit je hoofd? Nee. Ja, zie je wel? Nee. Dat staat ook op zo'n papiertje zoals... Zo lang, kijk. Hier op de hoofdlijn. Aangeschreven. Dan moet ik dan vragen. Hoe zit het eigenlijk met Anna Nijsters? Goed. Daar waren jullie... Ja? Ja, absoluut. Daar waren jullie op een bepaald moment niet zo dol op? We hebben ze opnieuw in de boezem van de redactie opgenomen. Heren, het was niet gemakkelijk, maar... Bedankt voor het gesprek en voor elk van jullie nog een goede avond. Ja, voilà. Dat is veel grappig. Straks bij Walter een gesprek met twee mooie mensen. Kinderspel. In de zetel een babbel met de machtigste vrouw van Vlaanderen. Een fijn streepje muziek. Een lieve en schattige maandagochtendtip. En uiteraard een professioneel afscheid van Xavier de Baren. Dit ziet eruit als een klein dingetje, maar het is nu al een monument, dames en heren. Met onverholen trots kondigt morgen maandag nu de absolute kersthit van 1993 aan. Voor het eerst live op tv gezongen, Xavier de Baren met Formidabele Kerstmis.
stemt met mij deze atmosfeer is. De os en ezel in de stal. Door de speakers klinken muziekjes die brengen mij licht te dansen. Men koopt aan op cadeauverriefjes of men vangt aan met een nieuwe romance. De postman moet meer zwoegen. Engelen haar vliegt zomaar om. Wij wensen een zalig tot genoegen. Bevrozen blijkt de ondergrond. Door de speakers klinken muziekjes die brengen mij in lichte transen. Men koopt cadeaugeriefjes, of men vangt aan met een nieuwe romance. Dank u vriendelijk, formidabel, met kerstmis zij we regeren bij. Iedereen is zo aimabel, de bete kinderen zijn heel blij. Door de speakers klinken muziekjes die brengen mij in lichte transe. Men koopt alom cadeaugeriefjes of men vangt aan met een nieuwe romance. Formidabele, formidabele kerstmis beklijft mijn lichaam overal. Het stempen bij deze atmosfeer is de os en ezel in de stal. Het stempt me bij deze atmosfeer is een lichtpunt in dit tranen. Anderlecht, die hebben daar in Bremen nogal eens fantastisch gespeeld. In het begin, op het einde zo niet meer. Ze waren zeker in staking, de luierikken. Of misschien erop gedacht dat ze aan het winnen waren. Snoer uw helm vaster na de overwinning, zegt onze mompelde. En ik kan hem er volgens en nu hebben ze Prins Carnaval al gekozen. Dat is toch maar iets voor februari. Maar ja, dat is gelijk alles met die reclame. De grote vakantie is nog niet begonnen. Of het is al van blij weer terug naar school. En je bent nog niet blij weer terug naar school. Of Sinterklaas staat er al. En Sinterklaas is nog niet weg naar Spanje. Of hoeps, het is al kerstman wat de klok slaat. Het enige dat nooit naar voren wordt geschoven, dat zijn de schoolvakanties. Ik kan eens aan de minister vragen om de 24e als middags naar huis te mogen. Maar hoe heet die minister van Onderwijs nu ook weer? Van den Bossen of van den Branden? We hebben ook zoveel ministers. En zeg, die drie Vlamingen hebben het goed gedaan in Tivoortaal. Ja, ja, Cartouche, zei die van Nederland. Jij zou het een goeie zijn voor nulvoortaal. Ha, ha, ha. Ik heb hem maar laten lachen. Die heeft van heel zijn leven nog geen 1 dt-fout geschreven. Maar dat is dan ook de enige lol die hem aan zijn leven heeft. En zou die van de Meulenbroeken nu echt die groene Mercedes uit zijn duim gezogen hebben? En wat zegt van onze advocaten? Naar het schijnt kan die zich in Oostenrijk goed amuseren. Niet alleen op hun skis, maar ook op ons kosten. Want ze mogen die studiereizen aftrekken van hun belastingen. Zeg, en wat kan die Jeltsin hier nu doen? De Hanen is toch maar juist geen erachter bij hem geweest. Maar ja, het was in Brussel bespreking met al die hoge pieten. Straf toch, hè? Dat het altijd mannen zijn als er over de wereld moet beslist worden. Hoe moest hun eigen eens zien verdringen voor de foto? Ja, en dan betalen bij zo'n staatsbezoeken. Dat is wat moet je met een vrouw doen. Met pausbezoek zal dat dus wel wat gemakkelijker zijn. Ze hebben Jeltsin zijn madame met die van Klaas en die van de Hana dan maar naar Brugge gestuurd. Ik denk dat die zich nogal eens zullen geamuseerd hebben mee over hun mannen te kletsen. Hoe is het met uw man? Vroeg madame Jeltsin aan madame de Hana. Oh, die komt nogal ronduit voor ze gedacht, zei ze. En met de nieuwe madame Klaas. Het is geen vette, zei die. En met de staking vrijdag was het ook geen vette, hè? Waarom doen die niks anders dan ruzie maken, die vakbonden? En toen ik thuis kwam, toen zei ons moeke, weet het al, Cartouche? De 24e mocht op de middag al naar huis en blij dat ik was. Merci, meneer de minister van den Bosbranden. Walter is Europees kampioen, dames en heren. Ik heb met hem deelgenomen in Roeselaar aan het Europees kampioenschap voor sprekende vogels. Ja. En u hoort het, we zijn gewonnen, maar ik moet toegeven, de concurrentie was niet zo sterk. Je moet
Jantje. Wat is er? Jackie, Janneke Wadden. Hé, en wel? Allee, dat ga ik niet zeggen. En wel? Ik doe je mooi. Ik doe je mooi. Wist je wat? Zeer kom, mooitje. Mama, was Lorenz. Is een slapen? Is een slapen? Kommetje? Ja, kommetje? Kommetje? Ja, goed. Walter, één woordje en wij zijn hier Europees kampioen. Ja, ja. Goed, jongen, we winnen. Ons in de kooi, Urbanus. Zit het vanochtend bekend van Schuif Af en Goedele Liek is al jaren bekend van Schuif In. Is het lang geleden dat jullie elkaar nog gezien hebben eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, want Urbij is net een maand of zo met vakantie geweest. Dus, naar Australië? Naar de andere kant. Ja. Begrijp ik eigenlijk niet van jou, jij die zo graag in je tuintje. Ik heb daar in Australië een keer goed aan de grond geroken en effectief dat varkensmest van West-Vlaanderen is daar tot daar doorgetrokken. Dat ik moest weten. Dan... Het is in orde. Het is in orde. Goedele, jij hebt dit boek op de markt gegooid. Ja, uiteindelijk toch, ja. 69 vragen over seks. Heb je het al gelezen? Ah ja, kijk, daar zien we... links, dat is de versie die in Vlaanderen op de markt komt. En rechts, dat is de Nederlandse versie. Ik vind de Vlaamse versie is eigenlijk zo nogal plat of nogal Amerikaans. Ja, ik ben het ermee eens. Ik vind ook die de Nederlandse cover iets mooier. Hoe komt het eigenlijk? Ja, die uitgevers hebben dat beslist. Er is een Nederlandse en een Vlaamse uitgever. En ik had al zorgen genoeg aan mijn hoofd over de inhoud. Dus ik had zoiets van, jongens, zoek het maar uit wat er op de cover komt. Je begint goed Nederlands te spreken, hè, Goedele? Ja, een beetje ik hoor dat en ook meer diftongeren en zo. Je zit veel in Nederland ook de laatste tijd? Ja, 3 dagen per week minstens. En 4 eigenlijk, ja. Wat doe je daar eigenlijk? Ik werk bij de Rutger Stichting. Dat is een grote wetenschappelijke organisatie die zich bezighoudt met alles wat met seksualiteit te maken heeft. Waaronder hulpverlening, preventie, voorlichting. En ik werk daar dus. Ah, ja. Heb jij het boek al gelezen? Nee, maar ik heb dat wel allemaal voorgedaan. Ah, ja. Al die problemen die daarin staan, heb ik. Hij is eigenlijk mijn raadgever. Ja. Ging jij niet eerst tekeningen maken voor het... Goedele had mij dat gevraagd, maar dat moest dan ineens allemaal zo snel en daarmee tegen dat kiek één tekening. Wat was je van plan om daarbij te tekenen eigenlijk? Ja, ik had het eigenlijk nog niet gelezen, maar ik had zo de indruk dat dat weer altijd misschien was te serieus moeten zijn. Het is misschien ook best dat ik het niet gedaan heb. Nee, het was eerst de bedoeling inderdaad om dat een beetje speels te maken. Maar ik heb het dan zelf maar wat speels geschreven en daarom dat die tekeningen niet meer nodig waren. Je doet nu Schuif Af voor je dochter Lisa. Hoor ik? Lisa. Lisa. Is dat zo? Voor een dochtertje. Het is te zeggen, ik vind dat wel plezant om dingetjes te doen voor kinderen als je er zo net zelf, eentje hebt. Maar... ik kreeg dat aanbod. Guido de Prater belde mij. Wilde dat dan? Guido de Prater. Die met dat purpura. Ja. En wilde dat dan wel doen? Die ballen verstaan, maar die hebben al 2 keer het primetime programma aangeboden. Maar ik had er. Het was een spelletje of zo. Ik zag daar niet zo veel variatie in. En dat vond ik dan wel plezant. Ingeborg vervangen. Je gaat nu ook optreden, enfin, nu, je gaat weer optreden volgend jaar? Ja, dat schijnt. Hè, ze zeggen. Ja, is dat waar of niet? Wel in Somers en Verschuren vroegen ze, gaan we weer een film maken? Ik zeg, het is misschien tijd om eerst nog een keer een beetje te gaan optreden. En van het een kwam het ander, stond dat overal in de gazette. Ja. En nu kan ik niet meer anders. Hè. Het staat al in de gazette. En in Nederland? Maar ik twijfel nogal. Misschien moet ik eerst een plaat maken, misschien eerst in Holland. Nu, je weet als je gaat optreden dat je Lisaatje niet meer gaat zien. Dan wordt het weer zoals... Dat valt wel mee. Ik vertrek. Het viel altijd tegen. Je bent om die reden gestopt. Nee? Ik heb na 15 jaar is dat toch redelijk lang volhouden. Hè? Ja. Ja, maar ik bedoel, je gaat opnieuw tussen de bakken bier zitten om je om te kleden. Nee. Ga je iets anders doen dan vroeger? Nee, de laatste 5 jaar organiseerden wij dat zelf. Dus wij huren een schouwburg. Alleen mijn manager doet dat en dan speel ik daar voor de inkom. Dus, maar dat is alleen in Schouwburg? Ja, in Nederland is dat geen enkel probleem. In ieder boerengat is er een schone schouwburg. Ja. En hier heb je in elke schouwburg een boerengat. Je bent op je best in die zaal optreden, zegt iedereen. Ja. Ja, ik heb het gehoord. Ja. Iedereen is tevreden dat je weer begint. Maar ben jij niet bang dat het een beetje... Kan je opnieuw opkomen en zeggen, ik ben Urbanus van Anus en Geilen?
Nee, het is een beetje... Dat is een beetje voorbij. Dat ja, is een beetje voorbij. Maar allee, ja. Maar je hebt niet de tijd gehad om mee te evolueren in zaalhumor. Maar ja, maar wie zegt, had ik nu al die een tijd die Hector en Klokke Flanel en zo en die is even de kemel niet gemaakt, dan had ik misschien ook al lang afgezaagd geweest op het podium. Ja. Hè. Het was goed om een keer te stoppen. Maar ik denk dat het nu goed is om even mijn film te stoppen en weer een keer gaan optreden. Maar ik zal er wel niet een beetje in komen, want vroeger trad ik op en was ik al goed gewend tegen dat de mensen mee vergroot was naar mij komen kijken. En nu ga ik daar een beetje staan stuntelen, hè, van in het begin. Maar ja. Wat is een carezza? Wat is een carezza? Ik vraag het, ja. Wat is, weet je het niet, Urbaans? Ik doe dat en zij schrijft dat dan ook. Ja. Ik geef er de naam aan. Ja, dat vraag ik eigenlijk af. Goed, want dus het boek staat vol. Het zijn er 69. Ja, toevallig kwam het net zo uit. Nee, die titel is heel doelbewust. Omdat ja, als je over seksualiteit iets schrijft, moet je altijd naar een bepaald publiek toe. En het publiek, die titel is een hint naar, ja jongens, het is een beetje speels. Dus de mensen die denken dat seksualiteit speels. Alleen... Ja, die denken dat seksualiteit alleen om kindjes te maken is. Die kunnen het beter niet lezen. Maar wat is nu eigenlijk een carezza? Carezza is langzaamaan. Heel langzaamaan. Urbanus? Om het zachtjes uit... Ja, je moet een beetje oppassen, anders krijg je weer die parlementaire discussies. Nog nooit en zo, meegemaakt, dus langzaamaan. Al die stukjes beginnen met beste goedelen. Ja, wie heeft die vragen eigenlijk gesteld? Stel je die zelf? Of? Die vragen zijn eigenlijk een compilatie van vragen die ik via de telefoon, via de radio, via brieven heel veel krijg. Maar die zijn wel geredigeerd natuurlijk. Geredigeerd, want er waren ook brieven bij die begonnen met excellentie bijvoorbeeld. Of hey, vlies. Madame. Ja, dat wordt ook. Dus ja, dat. Maar voor de antwoorden, want dat vraag ik mij eraf. Je krijgt zo'n vraag. Zo, ik zal er eens één voorlezen. Pagina 86. Proper, beste goedelen, ja, wees gerust. Niet dat ik te klagen heb, want ik red het heel aardig in bed. Maar zijn er middeltjes die ik kan nemen om mijn potentie wat op te drijven? Je hoort wel eens iets over afro, nog wat. Spaanse vlieg wordt dan genoemd, wat heel stimulerend zou zijn. Zoek jij dat soort zaken dan op? Waar kan je zoiets opzoeken? Of weet jij dat gewoon allemaal? En hoe weet jij dat dan? Heel veel van die dingen weet ik inderdaad toevallig, maar er zijn ook wel eens vragen waardoor ik zelf dingen moet gaan opzoeken. En zo. Waar zoek je zoiets op dan? In allerlei boeken. Daar zijn heel wat boeken over geschreven. Maar het is niet zo, als je dat bedoelt, dat ik alles zelf uitgeprobeerd heb. Ik vind dat ook niet nodig. Nee. Als standaard moet je ook niet zelf eerst je eigen tanden uitkloppen. Wat krijg je nog eens? Beste goedelen, mijn vriendin is tijdens haar menstruatie een ander mens. Ze noemt zich dan Jos en speelt voetbal bij de reserve van Beerschot. Moet ik voor haar voetbalschoenen kopen? Wat doe je met zoiets? Ja. Ik denk dat jij ook wel eens een boekje mag schrijven. Daar moest normaal een tekeningsje van mij gekomen zijn. Dames en heren, we hebben nog een leuke verrassing voor iemand van u thuis. En ook voor Goedele Liekes, want ze weet het zelf nog niet. Oei. De eerste die nu telefoneert mag één avond en nacht met Goedele Liekes uitgaan. Ik ga nu het nummer geven. Het nummer is 02-734-7068. De eerste beller wint één avond en nacht met Goedele Liekes. Ja, tof. Alleen bellen? Nee, het telefoon staat. Wij dachten al, waarom vragen die ons nu samen? Allee, omdat ze ons daar 76 keer betrapt hebben in die lift, moeten ze daar direct slechts te gaan achterzoeken. Er is nog altijd geen telefoon. Oh, weinig interesse, moet ik zeggen. Maar ik heb het nummer misschien slecht gelezen. De vraag is voor een nacht met mij. Ik zal eens proberen. Nee, het nummer is 02-734-7068. Ik kan natuurlijk niet blijven wachten, dus u mag nu kiezen ondertussen. een van deze twee die u nu in beeld heeft. Volgens mij klopt dat niet. Nee. Tja. Hallo? Ben je met Kouwenbergen? Nee, de BRT, meneer. Dat moet dan een abuus zijn, jongen. Urbanus Goedelen, bedankt voor jullie komst naar de koning. Dank u. En graag tot volgende week. Daar moeten we nog eens over denken. Dat is de papa uitroeven. Dat is de papa uitroeven, ja. En wie is dat? De mama uitroeven. De mama uitroeven. En wat doen die? Kusjes geven.
kusjes geven. En als dat niet goed gaat, zo, boing, 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 wie komt er dan? Goede Liga! Ja! Mijn naam is Mia de Vit en ik ben algemeen secretaris van de Socialistische Vakbond ABVV. Vroeger was ik een lief katholiek meisje. Ik heb een tijd voor de BRT gewerkt en ben socialist geworden. Ik woon in Anderlecht aan het Astridpark. Ik ben zeker geen luierik, maar af en toe staak ik graag. Maar nu is het de tijd voor actie. Wij gaan door met de strijd. Avanti popoli, a la ricossa. Bandiera rossa, bandiera rossa, avanti popoli, alla rigossa, bandiera rossa, Mia de Vit. Hoe is het geweest vrijdag? Ah, goed, er waren heel wat betogers, hè? Hoeveel eigenlijk? Oh, dat is moeilijk te schatten, maar zeker 30.000. 30.000? Ja, ja, ja. De Rijkswacht zei 16.000. Ja, maar die zitten er altijd onder. Hè? Ja. Dat had al gemerkt. Ja. Ja. Die kunnen niet tellen. Ja. Kunnen niet tellen. Of de organisatoren natuurlijk. Nee, nee, de organisatoren die zijn er zeker van, maar de Rijkswacht kunnen echt niet tellen. Heb je dat spandoek gezien in de betoging van vrijdag? Verschuren, hier zijn de luierikken. Oh, ja, daar hebben ze tegen gereageerd, dus zeg. Ja, maar verschuren, dat is... Ja. Maar wat mij is opgevallen is, op dat spandoek stond luieriken met twee K's. Ah ja? Als u ABVV Metaal nog eens tegenkomt, zeg het ze. Ah ja, dat ga ik zo. Dat kan ook niet, natuurlijk. Wat ik mij altijd afvraag, ja. als er zo gestaakt wordt, ja. Hoe wordt dat eigenlijk beslist? Zo, er is een moment waarop je zegt, we staken. Wie en wanneer en hoe wordt dat eigenlijk beslist? Bent u gesyndiceerd? Want nee, anders... Niet gesyndiceerd. Dan zou je dat beter begrijpen, dat we dat dus met de basis doen. Dat we dat dus tezamen uitmaken. Ja, 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 dat we dat gaan doen. Ja. Ja. Er is ook nog zoiets, de basis of de achterban. Ja. Waar je het altijd, wat is dat eigenlijk juist? Want het is iets dat u raadpleegt, heb ik begrepen. Ja, maar dat is dan miljoen leden natuurlijk. Maar hoe kunnen u weten? Wordt er dan rondgebeld om te vragen, doen we het of doen we het niet? Ah, we hebben een ganse hoop structuren waar structuren, dat dus... Ik werk hier op BRT, dus... zwijg mij vast. Ah, ja, ik heb hier ook gewerkt. Ik weet dat dus ook een beetje. Ja. Dat is erg hier. Maar bij ons werkt toch dat ook, democratisch. Ja. Hier op de BRT, dat weet ik. Maar hoe gaat het dan? Een miljoen mensen en dan moeten we weten of er gestaakt wordt? Of... Ja, die komen dus naar de vergaderingen en die zeggen ons dat, hè. Dat moet een serieuze vergaderzaal zijn. Ja, natuurlijk. Waar begint en waar eindigt de achterban eigenlijk? Vanaf wanneer zijn de bazen? Want u bent wel baas van de achterban eigenlijk. Ja, af en toe moet je natuurlijk een keer zeggen, hè? Nu gaan we het zo doen. Ja. Nu gaan en dan luisteren die. En dan heeft u de achterban geraadpleegd. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Wie ziet u eigenlijk het liefst? De SP of het ACV? Ik zie het liefst het ABVV. SP, ACV. Je stelt mij voor keuzes die... Ja, het, is, het leven is vol verwoestende keuzes. Dus ik heb liever het ABVV. Nu, met ACV, bon. Nee, maar wat ik het gaat vraag, dus wel moeilijker op dit moeilijker moment. Ja, het dus gaat moeilijker. Het vakbondsfront is kapot. Geen ACV... Ik weet niet of dat je het zo mocht stellen, maar... Toch een bars, enfin, sinds een dat Peres alleen weg geweest is... Naar waar is die geweest? Naar Mauritius daar. Hè. Wat ging die daar eigenlijk doen? Ik weet het niet. Je zou het echt eens moeten vragen. Maar sindsdien is het afgekomen. Is het een kwestie van jaloezie? Nee. Maar het feit dat hij dan alleen alles gelaten heeft en dan als hij teruggekomen is. Ja. Ja, het gaat moeilijker, maar ik vind... Dat was in een huishouden. Hè. Ja. Je hebt dat ook al tegengekomen. Ik ben getrouwd met die Peres. Nee, dat niet. Maar ik zeg, ik vergelijk dat met een huishouden 4 jaar. Ja. En we samengewerkt. Goed, ABVV is socialistisch en dan de socialisten zitten in de regering en het ABVV gaat dan betogen tegen de socialisten. U kent natuurlijk al die Klaas, Tobak, Van den Broeke. Is dat niet een beetje dat je dan zegt van we zullen een paar dagen betogen en staken, dan is de achterban content en de regering moet blijven bestaan.
Want anders is het Verhofstadt. Ja, het grote gevaar Verhofstadt. Maar dat zeggen we ook, dat we dus niet Verhofstadt in de regering willen. Hè? Dus dat betekent dat je zomaar betoogt om uw achterban content te stellen? Nee. Dat plan nu, Mark, als je dat nu ziet, dat is toch al serieus veranderd door onze acties. Hè? Maar ja, het zijn maar ik zeg, Verhofstadt, nee, die willen we niet in die regering. Ja. Dat is, is dat het grote gevaar, Verhofstadt? Oh, dat zeker. Ga zeggen, als die in de regering komt, dan weten wij hoe dat het plan er dan zou uitzien. Dat willen we dus zeker niet, hoor. Dat is toch een betekent... sympathieke mensen die Verhofstadt? Oh, sympathiek, dat is ze waarschijnlijk wel. Ja. Maar het zijn ideeën, hè. Die ja. Dus, maar ik vraag me af, ik vraag me af of dat... Is dat dan een beetje toneel dat het daarmee speelt? Of... Absoluut niet. Nee. Ik zeg, is dat daar echt kwaad? Op Verhofstadt, ja, dat is werkelijk... Dat is echt water en vuur. Ja, dat is water en vuur. Ja, want u ziet er, in interviews en zo, u ziet er altijd ongelooflijk serieus, strijdbaar, overtuigd uit. Natuurlijk. Maar ik denk dat misschien bent u soms ook wel een hele lieve, zachte vrouw. Oh, dat kan ik ook zijn, zoals de mannen af en toe. Ja. Dat kan ik ook zijn, natuurlijk. Bent u getrouwd? Nee, dat is niet meer in de mode, hè? Dat is niet meer in de mode. U gaat toch niet zeggen dat u alleen dat dingen doet die in de mode zijn? Nee. Maar je bent niet getrouwd? Nee, maar ik zeg dat uit de mode. De kinderen? Dat is wel in de mode. Nee. Heb ik ook niet. Geen kind? Een hondje? Nee, ook niet. Nee. Klein appartementje. Een dus, klein appartementje. Bon, dat is probleem. Vlakbij Anderlecht, hoor ik. Ja, vlakbij de Sporting trouwens, waar dat Verschuren zit. Oh, is een vriend van je? Nee, een vriend niet, hè. Ah, nee, sinds dat hij dat gezegd heeft... Voor die in België? Dat is nu toch duidelijk, dat hij liefst de loges ziet en niet de tribunes, hè. Verschuren, hè. Daar komt het geld ook vandaan om zijn ploeg te steunen. Natuurlijk, mens verdedigt zijn winkel. Hè? Om zijn loon, zijn goed loon te kunnen verdienen. Hè? Dat is het. En bij de vakbond? Bij de vakbond? Zou je bijvoorbeeld niet liever in de politiek gaan? Omdat, in de serieuze politiek, want de vakbond is... Nee, ik voel me nog altijd goed. Ja? Nog altijd goed, ja. De machtigste vrouw van Vlaanderen, zeggen ze ook. Dat miljoen leden heeft natuurlijk iets te zeggen. Dat ambeteert just Verhofstadt, Mark. Ja, ja. Dat ambeteert hem. Je ziet ook veel met mannen aan tafel. Ja. Het schijnt dat de Hanen dat hij wel goed met vrouwen kan omgaan, is dat waar? Ik kan goed met mannen omgaan. Ja, het is omgekeerd. Ja. Ja, het zou wel moeten ook niet. Je ziet wel altijd tussen de mannen. Tuurlijk. Zijn er bij die dan zo af en toe op vergaderingen van die... seksistische opmerkingen maken? Dat vermindert nu, Maar in het begin... Wie deed dat zo al? Oh, ik kan daar nu direct geen namen meer op plakken, hè, maar... Zullen dat toch wel goed genoeg weten? Nee, want het was de moeite niet om te onthouden. Maar ze deden dat soms, ja. Maar nu vermindert dat, Dinsdag moet de regering uitsluitsel geven, zeker? Of hoe zit het? Ja, dinsdag moeten ze ons zeggen wat ze nu opnieuw gaan veranderen. Wat verwacht je ervan? Oh, daar moeten ze rekening mee houden, hè, met zoveel mensen. Gaan ze dat doen, hè? Die betoogd hebben, die gestaakt hebben. Ja. Als ze het niet doen, dat zou ik erg vinden, hoor. Je spreekt ook altijd over patroons en nooit over werkgevers. Patroons, ze geven geen werk, hè. Dat is het probleem. We zitten dus met zoveel werklozen. Dat is bewust. Ze geven dus geen werk. En die Tony van de Putten, een afgelikte figuur, die ligt hier precies nu. Ik heb liever zo de echte patroon, hè. De echte patroon. Wat is Tony van de Putten, geen echte patroon? Oh nee, ik heb liefst degene die werkelijk bedrijf in handen heeft, die een bedrijf leidt. Dat zijn de echte patroons. Is die een Tony van de Putten even erg als Verhofstadt voor u? Kwestie van zo water en vuur, wil ik zeggen. Nee, dat zou ik niet zo direct zeggen, dat het zo erg is. Maar allee, we hebben er toch ook heel wat moeilijkheden. Ja? Geeft u eens een voorbeeld? Wat ze voorstellen, dat is dus voor de arbeiders dat is niet te doen. Hè. Wat gaat het doen met de feestdagen? Op schieverlof, met Norbert de Batselier. Het is niet waar. Ja, ja. Hij zal wel voor u beneden zijn, denk ik. Dus met de Batselier op skivakantie, wat denk je? Ja. Je ziet dus dat tussen de respect en de vakbond en de Vlaamse regering samen op skivakantie. Ja. Zouden mijn Peres ook op skivakantie durven gaan? Ah, nu dat hem alleen naar Mauritius geweest is. Hebben die niet meegenomen? Ah, nee, dus zouden meegeweest zijn? Dat kan niet. Hè? Ja, dat was wel moeilijk, want dat ging over het Wereldverband van de Arbeid. Dus dat was wel moeilijk. Maar nu dat zou nu zeker niet meer gaan. Nu. Hoe is het eigenlijk met Frank van den Broeke? Komt het daar goed mee overeen? Ja, maar... Ze moeten gemakkelijk een keer een pint drinken, hè? Dat is dat niet? Niet veel, zo. Niet veel, nee. Wat mankeert eraan dan? Is hem niet? Ik zeg, veel opgesloten. Een beetje jovialiteit, zo, hè? Ja.
Ik had u dat ook nooit gegeven, hè, Jovialiteit? Nee, maar we kenden elkaar niet. Ja, maar voor de rest kenden wij elkaar nu de eerste keer. Ja, het is echt. Het was tof. Ja. Het was tof. Mevrouw De Vits, tot nog eens. Dank Gisteren zondag, Mia De Vits zoals u haar nog nooit zag. Het BRTN-journaal in de lift, de laatste tv-bijlage is een ruige late-night show geworden. Wie maakte de ingenieuze morgenmaandag generiek? Wivina De Meester had liever in de intieme zetel gezeten. Uw brieven, reacties en suggesties, morgenmaandag postkaarten en 2 gratis tickets voor de live-uitzending. Wil u ook in de krant? Schrijf dan naar Gisteren Zondag, postbus 400, 1040, Brussel 4. Gisteren Zondag, morgenmaandag bij uw dagbladhandelaar. Vorige dinsdag gelezen in het laatste nieuws. Maandagochtend wagens en een dito humeur kennen we allemaal, maar nu blijkt ook nog dat op de eerste dag van de werkweek in gezinnen het meest wordt geruzied. De meeste familiedisputen worden op maandagnamiddag uitgevochten, aldus een Duitse psychologe. Om stoom af te blazen kruipt 1 op 5, meestal de vrouw, vroeg en mokkend onder de wol. Meestal het begin van een seksstaking die 3 dagen duurt. Dames en heren, dat is triestig en daar willen wij iets aan doen. Wij stellen voor dat de partner die normaal het langst blijft liggen, morgenochtend eerst opstaat en de taken waarvoor de ander normaal vroeger uit de veren moet, gewoon overneemt. Ontbijt klaarmaken, kinderen naar school brengen, u weet wel. De gevolgen zullen duidelijk zijn. Wie morgen vroeg wat langer kan blijven liggen, zal goedgezind zijn en zijn partner appreciëren. Wie vroeger moet opstaan, zal zich 's ochtends nog nooit zo gewaardeerd en geliefd gevoeld hebben. Morgenochtend gaat het dus zo. Schatje. Schatje, blijf jij maar liggen, zo. Zal ik wel opstaan. Oh, dat is goed, schat. Dat is geweldig lief van u. Rani. Ranieke. Hoe moet u eigenlijk zijn? Gebakken of gekookt? Zacht gekookt, Tutteken. 2 minuten en een half. En een fruitsapje ook. Zeg, wie gaat er eerst opstaan vandaag? Oh, ik heb de kinderen wel genoeg op school. Als kuil is wel, hè? Ik ben er niet, hè. Oké. Okay. Dat is voor morgenochtend en dit is voor nu. Vlaanderens professioneel afscheidnemer nummer 1, Xavier De Baere. Werkelijk. Formidabel, Mark. Formidabel. Dank u wel, schalkse vriend. En tot een verdere genoegdoening. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Dank u wel. Inderdaad, beste vrienden van de studiogemeenschap en beste kijkhuiskamers thuis. De vaarwelzegging is hier weer een vaststaande feitelijkheid. En met een beetje ontroering in mijn hart heb ik ook Sinterklaas terug dus zijn afzwaai deze week zien geven. Al galopperend terug naar zijn Spaanse heimatvorming gebracht. Dat doet mijn lijfje ook een beetje te leed. Maar natuurlijk leven we hedendaags en daarom kan ik ook wel terugblikken naar bijvoorbeeld de prachtige verwoording van onze seksuologiste van dienst. Goedele Liekes, die prachtig het heeft over termen van bijvoorbeeld een Beretta-vorming. Want zoetjes aan, dan breekt dat lijntje inderdaad niet. En kunnen we toch stellen dat Goedele mee associeert voor het paargemeenschap van man en vrouw. Want dat is toch nodig om onze verdere wereldbevolking tot dus een goed eindjes aan elkaar te laten knopen. Ik dank u vriendelijk daarvoor. Dames en heren, maar december festiviteitenkalender gaat gewoon weg door. En daarom ben ik zo vrij hedenavond voor alle beste vrienden thuis natuurlijk ook een receptje ten berde te brengen voor de komende feestdagen, de menuvorming een beetje aan te passen. En hoe kunnen we dat beter doen, beste vrienden? Dankzij de sympathieke medewerking van toch wel een prachtige groente, namelijk de champignon. En deze champignon, dames en heren, heeft zo dadelijk aromatische bestanddelen, dat klein, mooi, wit, stompeke groente dat zomaar uit zwarte teelaarde zijn kopje, als het ware, naar boven wil steken, wil ik daarom bezingen bij wijze van menuvorming. Misschien kunnen u nu allemaal een half blaadje papier nemen, ook thuis natuurlijk met wat schrijfgrief om de ingrediënten goed tot uw eigen en uzelf te nemen. Ik dank u vriendelijk daarvoor. Het liedje gaat als volgt. Ik begeleid mezelf door middel van een trekinstrument. Dank u vriendelijk. Een paar rechtse champignon, een witte champignon, een pareltje zegt men terecht.
Wat smaakt je lekker fijn? Wat maakt tot de festijn het meest eenvoudige gerecht? Je neemt wat grote paddenstoelen voor lekker bekken drie per man. Ruimhartig een klontje verse boter, een teentje look of twee als kan. Daarbij een bosje peterselie, zo heerlijk groen en krullend fris. Gerookte hamil dun versneden, of spek dat er ook goed voor is. Voor een Parijse champignon, een witte champignon, een pareltje segment terecht. Wat smaak je fijn maakt tot een festijn, het meest eenvoudige terecht. Het mengsel duw je in het putje van de droge paddenstoel. Daarop daar ontsmeer je de boter, zet eerst de schotel fris en koel. Schuif hem dan in de hete oven, na 10 minuten zijn ze gaar. O, geur en kleur van Koningshoven, bedien ons morgen maandag maar. Voor een Parijse champignon, een witte champignon, een pareltje segment terecht. Wat smaakt je lekker fijn en maakt tot het festijn het meest eenvoudig het gerecht. Een Parijse champignon, een witte champignon, een pareltje segment terecht. Wat smaakt je fijn en maakt tot het festijn het meest eenvoudig het gerecht. Dank je wel. Dank u vriendelijk. Inderdaad, dames en heren, dank u vriendelijk. Zalke Mark, dat u er weer van de partijen zijn. Beste vrienden, u kan misschien weer in 2 rijen naar beneden komen. U kan wat praten, misschien nog over hoe dat het seksuele leven zich mag geaarden bij uzelf. Ook in de klas, dank u vriendelijk dat u erbij bent. Misschien kunt u alles opschrijven. Ik kan het nog eens herhalen. We hebben dus een championtje. Dat vind ik dus misschien...